Goedemorgen, met Lisanne van Groenband. Kom ik op 9 zonnepanelen aan de zijkant van je woning. 13 vierkante meter voor het zedumdak. We hebben nu 3000 groenpanden op de teller. Dus rechtstreeks door naar mijn zonnepanelen voor de koop. Kan je een boilervat met dezelfde warmtepomp. Maar er moet nog zoveel gebeuren in Nederland. Ja, daar hebben we nog genoeg werk voor aan de winkel. Ja, de natuur. De natuur is voor ons echt een inspiratiebron. Dat geldt voor Eimert en mij, dat is ook al wat ons samen bindt. Primula rosea. Echt een mini-ecosysteempje moet dit dan ook weer zijn, hè? Dat vinden wij allebei ongelooflijk inspirerend. Als ik bijvoorbeeld kijk naar dit afval. Dit wordt gewoon opgegeten door schimmels, bacteriën, micro-organismen. Afval bestaat helemaal niet in de natuur. En zo willen wij ook onze bedrijven inrichten. Hier op de Universiteit Utrecht is het allemaal begonnen. Milieukunde, dat gaat eigenlijk over hoe de mens invloed heeft op onze planeet. Tijdens zo'n studie ga je er eigenlijk nog steeds mee over leren van wow, er is nog veel meer aan de hand dan dat ik eigenlijk had gedacht. En tegelijkertijd is er ook veel meer mogelijk dan dat ik had gedacht. Dus bijvoorbeeld je gaat verdiepen in de energieketens, wat een gigantische verliezen daar zijn. En dat was dus in een tijd dat mensen waren daar nog helemaal niet mee bezig. Hè? Niemand had van klimaatverandering gehoord. Dus dit speelde al in 2003, 2004 of zo. Dat is dus nog een paar jaar voordat Al Gore uitkwam met zijn bekende film An Inconvenient Truth. Ja. The scientific consensus is that we are causing global warming. I am Al Gore. I used to be the next president of the United States of America. Een film die erover gaat dat we eigenlijk ontzettend bezig zijn met de planeet kapot te maken, de natuur op deze planeet. Dat sloeg toen in als een bom. Er was best wel een grote groep mensen die zich schuldig begon te voelen over de maatschappij die we met z'n allen hebben neergezet, de economie die we gecreëerd hebben, die eigenlijk heel verwoestend is. En die daarover na gingen denken, maar die het gevoel hadden, ik kan daar zelf niks aan doen. En daar wilden wij heel graag op ingrijpen. Wij wilden mensen tools geven, gereedschappen om zelf iets te kunnen doen. Wat me ontzettend is bijgebleven van mijn studie is well-to-wheel efficiency. Dat gaat over de totale ketenefficiëntie van gemotoriseerd vervoer. Dus laten we zeggen dat je 100 liter olie oppompt uit de grond. En dan heb je een hele keten. Die olie moet getransporteerd worden met een pijpleiding. Die moet geraffineerd worden. Dat wordt verscheept met vrachtwagens over land vervoerd enzovoort. En via een tankstation belandt het uiteindelijk in jouw auto. Wat is nou de totale efficiëntie om van A naar B te komen? Van die 100 liter blijft nog 14 liter olie over. Wat is nou de efficiëntie als je kijkt vanaf de bron tot aan bijvoorbeeld een gloeilampje dat mensen in huis aandoen? We zijn daar een klein beetje ingedoken. We hebben bepaalde schakels in die keten bekeken. Als je ergens kolen bijvoorbeeld gaat mijnen en je gaat dat in de brand steken met een centrale, die heeft een bepaalde efficiëntie. We moeten over het hoogspanningsnet, middenspanningsnet, laagspanningsnet. Wij kwamen erachter dat bij bepaalde apparaten in huis de totale ketenefficiëntie, schrik niet, niet hoger is dan 1%. Nou, daar schrokken wij enorm van en daar wilden wij echt iets aan doen met Groenpand. En dat is ook de reden dat we echt geloven in niet alleen van fossiele energie naar hernieuwbaar, maar dat wij ook geloven in een switch van centraal opgewekte energie naar decentraal opgewekte energie. Dat principe is minimaal net zo belangrijk als dat het hernieuwbare energie is.
Dat jij altijd koffie schenkt. Ja, 5 jaar terug. Een keer een praatje gemaakt over de telefoon. Binnen een week stonden die jongens op de stoep en hebben we een gezellig avondje zitten praten. Wat uitermate vermakelijk was, wat mij betreft. Nou, uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat er wat panelen op dak zijn gaan leggen bij ons. Alleen, ja, misschien kan je dat ook zien. Ze hebben dat wat vreemdsoortig op het dak gelegd. Mijn meisje liep naar buiten toen ze er net opgelegd waren. En die zegt tegen die jongens van, joh, ik weet het niet, maar die liggen toch niet op ons dak allemaal. En dat was toch wel vrij vervelend voor de leggers. En die, nou ja, wat zullen we doen? Dus we zeiden van, nou ja, laat maar zitten. We kijken gewoon hoe dat uitpakt. We gaan een keer met de buren praten. En de buren vonden het eigenlijk prima. En dat heeft ertoe geleid dat de buren ook zonnepanelen op het dak hebben gelegd. Dus dat was eigenlijk voor hun ook wel goed. Dat hoort ook wel een beetje bij de start van het bedrijf, vind ik. Als je kan het niet allemaal goed doen in het begin, toch? Nou, die eerste groenpanden, daar zaten op zijn zachtst gezegd toch nog wel wat leermomenten in. Maar tegelijkertijd, we kregen al vrij snel mond-op-mond reclame, waardoor er zich allemaal mensen bij ons aandienden en we omkwamen in het werk. Ik zat op een gegeven moment tot zaterdagavond 9 uur te werken. Dus we hadden wel door van, er moet iemand bijkomen. En zodoende is ook Peter in beeld gekomen. Die hebben we uitgenodigd op ons kantoor en dat was eigenlijk gelijk hartstikke goed, zo'n lekkere, degelijke vent. Maar ja, dat moet je natuurlijk niet gelijk zeggen tegen hem. Dus we hebben nog even flink aan de tand gevoeld. En vervolgens natuurlijk aangenomen en die, ja, we zijn nog steeds hartstikke blij met hem. Nou, hier is het allemaal begonnen. Ons oude pand, ons oude kantoorpand op de Musketierlaan. Met z'n drieën, 3 musketiers. Ik was de eerste van de werknemers hier. En ik ben begonnen als projectleider SOM vanwege de particuliere projecten die er veel waren. Dat ging door totdat we echt grotere projecten deden. Eentje van de eerste die ik me echt herinner is ergens 280 panelen in Amsterdam op een groot kantorenpand. Dat is eigenlijk vrij snel gegroeid. Ja, dit past nu niet meer. Nee. Peter was degene die ons eerste echt grotere project oppakte. Dat was een groot kantoorpand aan de Zuidas in Amsterdam. Een ambitieus plan om het van een energielabel G naar energielabel A te krijgen. Zo'n gebouw is van een pensioenfonds en dat schakelt eerst een ingenieursbedrijf in. Die gaan dan precies zeggen wat er moet gebeuren. En daar komt een document uit, een soort lijst van wensen en eisen, een bestek noemen ze dat. En daar stond iets heel geks in. Ze hadden bijvoorbeeld een type zonnepanelen opgenomen dat al 7 jaar lang niet meer bestond. Nou, we hadden er nog een hele kluif aan om uiteindelijk de opdrachtgever ervan te overtuigen dat wij dus voor minder geld betere zonnepanelen konden leveren. Wij merkten dus dat er een enorme kloof was tussen theorie en praktijk. Tussen die ingenieurs en installateurs. En dat bracht ons juist op het idee om theorie en praktijk weer te verbinden. Dat geeft een ontzettend leuke dynamiek. Wat we in de eerste jaren van Groenpand wel echt met schade en schande hebben moeten leren is met wat doe je nou zelf als bedrijf en wat kan je uitbesteden? Ik weet nog goed dat we een keer met een van de grootste energiebedrijven van Nederland een samenwerking hadden, dat zij een aantal van onze installaties zouden uitvoeren. En dat een klant mij in paniek opbelde. Ja, er staan een aantal Spanjaarden hier voor mijn huis om te installeren, maar ik spreek die taal helemaal niet. En nu heb ik helemaal niks tegen Spanjaarden, maar het is wel, het wordt aanbesteed en onderaanbesteed. En dat was voor ons wel het moment dat we zeggen, nou, we gaan het echt zelf doen met eigen mensen in dienst. En ja, je wil dat mensen gemotiveerd blijven voor de energietransitie en niet gedemotiveerd worden. Dus dat was een heel belangrijke les. We zijn nu bijvoorbeeld een bedrijf aan het overnemen, super spannend natuurlijk, zodat we een eigen energieleveringsvergunning krijgen, zodat we dat ook zelf kunnen doen. Dat we de controle hebben op dat het echt duurzame energie is wat we leveren. Ja, de missie van Groenpand, panden energie laten opleveren in plaats van laten verbruiken, die was wel redelijk snel duidelijk. Maar dan nog is de vraag, welke producten en diensten ga je echt leveren aan mensen? En we kwamen al vrij snel erachter dat bijvoorbeeld LED-verlichting aan particulieren niet zo'n goed idee was. Ik kan me nog goed herinneren dat ik op een gegeven moment gebeld werd door een klant op de Schelling. En die had een zoemend LED-lampje boven zijn eettafel. En een LED-lampje ergens die niet de juiste kleur had. Ja, wat doe je dan? En uiteindelijk zijn we gekomen tot advies geven, dus een soort energiescan doen.
het realiseren van energiebesparende maatregelen, zoals zonnepanelen, warmtepompen, groendaken, laadpalen. En ook het leveren van energie, waarbij we mensen die energie overhouden, dus meer energie produceren dan dat ze zelf kunnen gebruiken, koppelen aan mensen die energie tekort komen. Dat is het totaalplaatje van wat Groenpand is gaan bieden. We komen wel eens terug op de universiteit, maar dan om colleges te geven. Eigenlijk over wat we vanuit Groenpand doen en de visie daarachter. Wat ik meestal laat zien, en dat is in die 5 jaar Groenpand niet gewijzigd, is eigenlijk het belangrijkste wat wij kunnen bijdragen, is gewoon die hele keten van verlies, die vervuilende keten, gewoon eigenlijk in zijn geheel helemaal moeten uitvegen. Wat daarvoor terug moet komen is eigenlijk een netwerk van groenpanden. Een groenpand die energie opwekt, opslaat, verbruikt. En wij tonen iedere dag al aan dat het kan. En de komende jaren moeten we keihard knokken om dat ook echt nog op grotere schaal realiteit te gaan maken. Lieve mensen van Groenpand, gefeliciteerd met jullie 5 jaar bestaan. Ik vind het een buitengewone eer dat ik jullie op deze bijzondere dag mag toespreken. Ik was een van jullie eerste klanten. Inmiddels heeft ongeveer 1 op de 4 huizen hier zonnepanelen. Groot respect voor wat jullie doen. In de eerste plaats omdat ik een mateloze bewondering heb voor idealisten die ook wat kunnen. Ik had al vrij snel door, dit zijn goede jongens. Door de jaren heen hebben we een heel mooi netwerk van partners opgebouwd. Waaronder woningbouwcorporaties die soms wel 100.000 woningen in hun bezit hebben. Die echt ook met vergroening aan de slag moeten. We werken met gemeenten samen nu. Maar bijvoorbeeld ook met de Rabobank. Dus als mensen een hypotheek krijgen, dan nemen ze gelijk Groenpand mee. Hey, als je die woning nou koopt, ga hem dan gelijk vergroenen. Toen we begonnen met het bedrijf hadden we zoiets van, nou, we gaan het lekker zelf doen. En wat we wel door de jaren heen geleerd hebben is van, ja, alleen ga je misschien wel sneller, maar samen kom je echt verder. Een idee hebben is natuurlijk één ding, maar daar een bedrijf van maken, dat is echt een heel ander ding. Op een gegeven moment kijk je om je heen, denk je, wow, wat is er gebeurd? Waren toch een stel gekke idealisten die gewoon de wereld een beetje beter wilden maken. En nu is het in één keer een enorm bedrijf geworden. We zijn verhuisd naar de Kanaalweg in Utrecht, waar we met wel 100 mensen kunnen zitten. We hebben een hele loods genomen waar we onze spullen in op kunnen slaan. Nou, we staan inmiddels met best wel veel mensen aan het werken hier. Daarvoor hebben we een aantal dingen veranderd de laatste jaren. Stellingen zijn neergezet. Binnenkomende goederen gaan in die stelling. Voorraden van de haken liggen daar enzovoort. De verlichting omhoog gehangen. Zodat ook de bovenste rijen van de stelling bruikbaar is geworden. Zodat er wat meer in kwijt kan. We hebben ook de bussen anders ingetimmerd. Zoals hier. Allemaal vakken met laders. Ja, zo zijn er eigenlijk een hoop kleine dingen veranderd. Die het echt wel een stuk plezieriger maken om te werken. En efficiënter. Snel groeiende bedrijven als Groenpand moeten uitkijken dat ze niet vastlopen. Daarom hebben we als Groenpand ervoor gekozen om met een team te gaan automatiseren. Het doel van dat automatiseren is om minder handwerk uit te voeren en de privacy van klanten te blijven waarborgen en goed voorbereid te zijn op de toekomst, zodat het niet bij 3000 Groenpanden blijft. Ja, voorheen gebruikten we verschillende programma's waarin informatie werd vastgelegd, bijvoorbeeld klant- of pandinformatie. Nu gebruiken we 1 softwarepakket. Dit zorgt voor tijdswinst. De informatie is betrouwbaarder, zodat we ook rapportages kunnen maken. Door die rapportages te gebruiken kunnen we eigenlijk continu blijven verbeteren. Nou, trouw blijven aan onze idealen, dat is het allerbelangrijkste. Maar is ook best moeilijk op dagelijkse basis. En er zijn gewoon momenten dat je in de verleiding gebracht wordt om toch net daar iets soepeler mee om te gaan. En dan wordt het gevaarlijk. Bijvoorbeeld, we kregen laatst een aanbod voor hele goedkope, minder duurzaam geproduceerde zonnepanelen. Terwijl wij als uitgangspunt een beleid hebben dat we duurzame panelen in de markt willen leveren. En dan maken we maar wat minder marge. Op zo'n moment kiezen we er dan wel voor om het goede te doen. Maar dit is wel ook voor de komende jaren, blijft dit de grote uitdaging om zuiver te blijven. En ons te blijven realiseren waarom we er überhaupt ook alweer mee gestart zijn met Groenpand.
5 jaar GroenPand was echt een rollercoaster. Ups en downs, vallen en opstaan, het was wel de moeite waard. Om te starten hebben we de natuur echt als inspiratiebron gebruikt. En nu, omdat we op zo'n groeimoment staan, zijn we daar weer heel erg mee bezig. Die eik hier bijvoorbeeld, die neemt echt zijn tijd om te groeien. Andere bomen misschien niet, maar die vallen misschien ook wel eerder om. Dus bijvoorbeeld als het gaat over de groei van GroenPand, geloof ik dat we ook echt weer daarnaar kunnen kijken. Van welke strategie kan je nu het beste toepassen om de meeste impact te maken? En die eik die heeft misschien wel heel veel verhalen voor ons te vertellen daarover. In alle eerlijkheid ben ik soms best pessimistisch over hoe langzaam het allemaal wel niet gaat. En aan de andere kant ben ik ook wel hoopvol. Hoopvol dat ik zie zoveel goede initiatieven en mensen die echt willen. En ik heb er ook wel zin in. Ik zie het ook als een groot avontuur de komende jaren. Ja, de hele overgang naar duurzame energie in Nederland, die begint steeds meer op gang te komen. En daar krijg ik echt wel hoop van. Je ziet steeds meer mensen met zonnepanelen op hun dak of een elektrische auto voor de deur. Mensen die geen gas meer gebruiken doordat ze een warmtepomp hebben. Tegelijkertijd miljoenen panden die echt nog verduurzaamd moeten worden. Wij hebben 3000 plus panden op de teller staan als GroenPand. Maar er moeten nog wel 3 miljoen plus panden, alleen al in Nederland, die grondig aangepakt moeten worden. Ja, we zijn amper gestart. Werk aan de winkel. Maar de kop is eraf.